Welkom bij alweer de vijfde Vrijmibeurs, een videoserie waarop we elke vrijdag gaan kijken naar het belangrijkste nieuws van die afgelopen week. Wat was nou belangrijk nieuws, wat was interessant nieuws, zodat we in ongeveer 10 minuten tijd weer helemaal bij zijn met al het nieuws wat je als belegger moet weten. In deze video gaan we kijken vooral naar nieuwsberichten en kwartaalcijfers van oliebedrijven, vliegtuigmaatschappijen en natuurlijk de techbedrijven. Dus laten we beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Op dit kanaal maken we elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. En nu gaan we dus kijken naar het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. En laten we dan beginnen vooral met de oliebedrijven, de oil majors. Want zo werden vandaag de kwartaalcijfers van Total bekend. We zien hier in het derde kwartaal kwam de aangepaste netto winst uit op bijna $850 miljoen. Bijna 3/4 minder dan in diezelfde periode een jaar eerder. En ook eerder deze week was BP al met cijfers. BP wist in het derde kwartaal een zogeheten aangepaste winst voor vervangingskosten van $100 miljoen in de boeken te schrijven. En in dit artikel zien we ook nog belangrijk nieuws of een belangrijke quote over olie- en gasprijzen. In het tweede kwartaal was de gemiddelde prijs van een vat Brentolie $33. Dat is in het derde kwartaal $43. Daar zit dus $10 tussen. En de gasmarkt werkt met veel lange termijn contracten, waardoor het effect van de lage energieprijzen in het tweede kwartaal zich daar pas later manifesteert. En dan komt een belangrijke zin. Dat zou de resultaten van olie- en gasbedrijven in het vierde kwartaal misschien wel nadelig kunnen beïnvloeden. En ook Shell is deze week met cijfers gekomen. Er blijft onderaan de streep $489 miljoen over, omgerekend €416 miljoen. Vorig jaar maakte Shell in ditzelfde kwartaal nog $5,9 miljard winst. Oftewel, we zitten nog maar op 10% van de winst van vorig jaar. En de CEO van Shell doet ook nog een belangrijke uitspraak. Ten eerste, het Internationale Energieagentschap verwacht dat de vraag naar olie op zijn vroegst in 2023 weer op het niveau van voor de crisis zit. Topman Ben van Beurden, van Shell dus, denkt dat Shell afgelopen jaar het hoogtepunt van de olieproductie al bereikt heeft. En ik denk vooral dat dat een heel erg belangrijke uitspraak is. Het is iets waar ik al vaker roep, wat op dit kanaal. Alleen ja, als ik het roep, is het toch net iets anders dan wanneer de topman van Shell het zelf roept. Dus ben je met dit soort bedrijven bezig, ben je bezig met beleggen rondom olie, houd dan zeker dit soort dingen in de gaten. Dit soort uitspraken, maar ook zeker deze cijfers. En gaan we ook kijken naar pensioenfondsen, want pensioenfondsen zijn natuurlijk grote beleggers. Zitten vaak ook met veel geld belegd in dit soort bedrijven. Onder andere in Shell, omdat dit vaak de bekende grote namen zijn met veel dividend en pensioenfondsen gaan natuurlijk beleggen voor de toekomst. We zien echter dat ABP, het pensioenfonds ABP, in de eerste 6 maanden van dit jaar 40% van hun aandelen in Shell heeft verkocht. En het zou zomaar kunnen zijn dat wel meer pensioenfondsen dit hebben gedaan. We zien natuurlijk een heel erge koersval van dit aandeel. Zeker wanneer ook gaan vergelijken met de olieprijs. De olieprijs ging wel weer omhoog, maar de koers van bijvoorbeeld Shell bleef maar naar beneden gaan. Zou te maken kunnen hebben dat dit soort grote partijen heel veel aandelen blijven verkopen. En dat zou kunnen betekenen dat omdat zij juist op de toekomst moeten gaan richten. Zij moeten pensioenen over 10, 20, 30 jaar ook kunnen betalen. Dus ze moeten geld gaan verdienen. Dat zij, juist deze grote partijen, nu beseffen misschien dat olie inderdaad data over zijn piek heen is. En dan zou het zomaar kunnen dat dit soort dingen net het laatste zetje zijn wat ervoor zorgt dat de koersen alleen maar verder blijven dalen. Maar ja, dat is misschien wat ik op dit moment denk. Laat ook vooral weten wat jij denkt onder deze video. En binnenkort ga ik weer verder met een tweede video waarin ik het aandeel Shell ga beoordelen, ga bekijken, om te zien of het een interessante investering is. We hebben inmiddels veel actuele informatie, veel actuele kwartaalcijfers. Niet alleen van Shell, maar ook van concurrenten. Dus dat kunnen we dan mooi meenemen in die video. En die video zal over 2 weken komen. Want volgende week maak ik eerst 2 video's. Ten eerste over de presidentsverkiezingen in Amerika en wat die voor invloed kunnen hebben op de beurs. En vervolgens natuurlijk de video van interessante aandelen voor de maand november 2020. Laten we dan gaan kijken naar het tweede onderwerp van deze video. En dat zijn vliegtuigmaatschappijen. Ten eerste Air France KLM, want op het moment dat wij deze video opnemen, of dat jij deze video aan het bekijken bent, is er crisisoverleg bij KLM, juist omdat mogelijk hun herstel, hun structureringsplan, hun bezuinigingsplan afgekeurd zou kunnen worden. Eerder dit jaar konden ze €3,5 miljard lenen bij de Nederlandse overheid, maar in ruil daarvoor moesten ze wel met een bezuinigingsplan komen, want voor wat hoort wordt, dan moet dus op kosten worden bezuinigd. Ze hebben een plan ingediend, maar het lijkt erop alsof dat niet streng genoeg is en dan komt eigenlijk dus die geldlening voor KLM Air France in gevaar.
En ook van KLM, Air France KLM, zijn inmiddels kwartaalcijfers bekend. Gaan we daar naar kijken. Dan lezen we de luchtvaartcombinatie leed in het derde kwartaal een verlies van 1,7 miljard door de gevolgen van de coronacrisis. In de eerste 9 maanden van dit jaar liep het nettoverlies op tot dik 6 miljard euro. En in het vierde kwartaal zal het bedrijfsresultaat volgens Air France KLM substantieel lager uitvallen dan in het derde kwartaal. Door juist de extra coronamaatregelen in veel landen. Want afgelopen kwartaal, het derde kwartaal, was het passagiersaantal bijna 76% lager vergeleken met een jaar eerder. En aangezien er nu weer extra maatregelen zijn, zal dat voor het vierde kwartaal dus nog lager zijn. En dan hebben we het dus al ergens in de 80 tot 90% minder dan een jaar geleden. En dat merken natuurlijk niet alleen vliegtuigmaatschappijen, maar ook bouwers van vliegtuigen. Bijvoorbeeld Airbus, ook die kwamen met kwartaalcijfers. De omzet van Airbus daalde in het derde kwartaal met 27%. En het afgelopen kwartaal zijn er uiteindelijk in totaal maar 2 nieuwe toestellen besteld. Ook gaan er heel veel banen verloren. Bij Airbus verwachten ze tot de zomer van volgend jaar, dus in de komende, laten we zeggen, 8, 9 maanden, 15.000 banen. En bij Boeing, die zegt, wij gaan waarschijnlijk 30 van de 160.000 banen, die gaan gewoon verloren vanwege deze coronacrisis. En laten we deze video dan nog een beetje positief afsluiten, want met welke bedrijven gaat het wel goed? Dat zijn natuurlijk de techbedrijven. Ook daar hebben we de afgelopen week, of zelfs gisteravond, heel veel nieuwe cijfers zijn naar buiten gekomen over het derde kwartaal. Kijken we naar Amazon. De omzet ging van 70 naar 96 miljard, oftewel een plus van 37%. De winst ging zelfs keer 3 bijna, naar $12 per aandeel. En de verwachting voor het Q4, het komende kwartaal, of waar we nu in zitten, zal dat het beste kwartaal ooit zal gaan worden. Kijken we naar Apple. Ze hadden iets meer omzet, maar wel een miljard minder. Winst. En ook hebben ze eigenlijk geen verwachting voor het komende kwartaal gegeven. Daarop ging het aandeel eigenlijk ook onder andere 5% op onderuit. Want we zien al dat er minder groei is in China en ook minder groei is met iPhones. Gaan we dan naar Facebook. Daar zagen we het afgelopen kwartaal 22% meer omzet dan een jaar geleden. De winst steeg van 6,1 naar 7,8 miljard dollar. En dat is zelfs ondanks de boycott van adverteerders het afgelopen kwartaal. Nog eentje verder naar Google, oftewel Alphabet. 8,5% in de plus nadat de cijfers bekend werden gisteravond. Ze hadden 46 miljard omzet en 11 miljard winst in het laatste kwartaal. En 5 miljard omzet kwam vanuit YouTube-ads. De advertenties dus hier op YouTube. En dat was 31% meer dan een jaar geleden. En we zien dus heel veel verschillen tussen aan de ene kant techbedrijven die het heel erg goed doen. Aan de andere kant heel veel sectoren die het slecht doen. Zoals vliegtuigmaatschappijen of de olie. En ik ben dan ook erg benieuwd wat jij denkt van het komende kwartaal. Laat dat even weten in de reacties onder deze video. Behandel een bepaald bedrijf, een bepaalde sector en wat jij daarover denkt. Wat jouw verwachtingen zijn. Zodat we allemaal weer een beetje van elkaar kunnen leren. En zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Wil je nog meer van dit soort video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Een fijn weekend alvast en dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.